Danny Terpstra bij ons met twee kleurrijke dames. Wat is er aan de hand, Danny? Sinds een jaartje zit ik bij de Cooldown. Zoals je ziet met die twee mooie Ghoulgirls naast me. Frankie is er helaas niet bij in verband met dat hij moet gaan draaien. Dat is ook DJ. Dus wij nemen het met z'n drieën waar voor de Cooldown. Met wie is het nou leuker om op pad te zijn? Met Frankie of met Danny? Ja, kijk uit. Ja, ik denk dat je die vraag niet aan mij moet stellen. Nee. Nou, ik vind het met allebei hartstikke leuk. Ja, ik ga heel diplomatiek. Ja, tuurlijk. We zijn één groep. Volgende week staan we met Frankie samen, dus ik kijk al beter uit. Danny, solo gaat het ook hartstikke goed, hè? Ja, klopt. Klopt. Ja, dat gaat hartstikke goed. Net mijn nieuwe single uit. En die loopt hartstikke goed. Dus ik ben er heel blij mee. En een leuke clip. Solo is het hartstikke leuk. Dat doe ik al 10 jaar. Maar wat ik nu meemaak met de Cooldown, dat is met z'n viertjes. Het klikt, het is top. En ik geniet er gewoon heel erg van. Ja. Dus ik wil het blijven doen, zolang het maar kan. Maar als je hem een keer alleen treft, dan ga je niet vragen, wat vind je nou leuker? Alleen op pad of met de Cooldown op pad? Hè? Dat zeg ik heel diplomatiek, zeg ik. Nee. Beide vind ik het leuk. Ja. Maar toch stiekem ook wel een beetje ietsje leuker dan met de Cooldown.